Yo, Gierengast hier, mijn naam is Niels en vandaag sta ik niet met Martijn en ook niet met Joost, maar met een hele bijzondere gast, mijn kleine grote vriend JJ Boske. Ja, want wij gaan vandaag iets speciaals doen. Hoe is dit? Je er bent, jongen. Jij bent jezelf al aan het beschermen. Het is mijn kleine grote vriend JJ Boske. Ja, daar zijn we. Dat is lekker groot. En ik heb er zin in. Ik ook. Ik heb er zin in, want vandaag is een speciale dag. Je kan namelijk iets heel tofs winnen. Je kan een lifetime lang Good Noodles winnen. Van Unox. Van Unox. Nou, dat willen wij als gierige gasten zijn natuurlijk winnen. We moeten het opnemen tegen Martijn met Sophie en Joost met Gio. Gio. Ja. Gio. Maakt niet uit hoe je het uitspreekt, want we winnen toch wel. Inderdaad. En ik neem het ook niet serieus als ik tegen hem moet spelen. Nee, inderdaad. Dit wordt een makkie. Het enige wat we moeten doen is zo lang mogelijk onze arm gestrekt houden met een Good Noodles in onze hand. Maar zullen we wel een soort van tactiek gaan bespreken? Laten we dat nu doen. Laten we dat doen. Even ergens wat drinken. Let's go. Let's go. Zo, hoe gaan wij dit winnen, JJ? Ik denk dat het gewoon een mentaal spelletje is. Mind over matter. Het is gewoon beet houden, niet nadenken. En gewoon de blaren op je handen laten gaan. Maar laten we even naar de tegenstanders kijken. Martijn? Nee. Gio is zelf een noedel. Met alle respect. Sophie Milsink? Nee. Nee, heeft T-Rex handjes. Gaat ook niet redden. Ik denk dat jij mentaal sterker kan zijn. Ja, nee, wat dat betreft ben ik ook best wel een sportheld. Dus ik denk dat we dit binnen gaan koppen. Maar mochten we nou het niet binnen kunnen koppen, of mocht er onverhoopt iets gebeuren, mocht bijvoorbeeld Joost een van de beste dagen in zijn leven hebben, dan moeten we misschien toch één of twee dingen verzinnen om hem af te leiden. Ja, iets van jeukpoeder of zo erin flikkeren. Ja, laten we daar even goed over nadenken. Ja, lijkt me een goeie. Gaan we gewoon twee of drie dingen verzinnen, zodat we ze in ieder geval kunnen afleiden, ja. Zodat de winst 120% zeker is. Precies. Zie je? Nou, ik kan nog uren doen. Toch? Ja. Volgens mij is dit een makkie. Nee, maar ik heb hier ook ervaring in. Dingen stijf houden. Dus dit gaat helemaal goed komen, Jay. Proost. 65 gram. Voor Martijn is dat zijn eigen lichaamsgewicht. Dus die zal het wel heftig krijgen. Ik ga denk ik even naar het park toe of zo om even te trainen. Je trainingsmethodes zijn redelijk dubieus. Het is gewoon een los arm kweken, Jake. Ik hoop dat we een goede keuze hebben gemaakt. Aan de andere kant heb ik een bladblazer gevonden. Je hebt grof geschud. Ja, ja, ja. Dus wat ik eigenlijk nu zo meteen wil gaan doen, is om ze af te leiden gewoon langs te lopen met die bladblazer. Dus jij staat te trainen. Ja. Jij bent aan het trainen en dan kom ik gewoon zo... Hey. Ja? Je moet het vooral in iemands oksels doen. Dat is heel irritant. Of misschien in zijn gezicht. Dat kan. Maar dit is dus, dit zou een goede afleiding kunnen zijn. Ja. Afleidingsmanoeuvre nummer 1. Oké, Jay, we lopen nu naar de stand toe. Ja. De taken zijn verdeeld. We zijn scherp. We zijn scherp. We gaan vol voor de winst. Ja. En ik denk dat we gaan winnen. Nou, dit is het grote podium. Dit is het strijdtoneel. Dit is het strijdtoneel, de arena. Hier gaan we mensen inmaken. Oh, daar heb je die andere sukkels. Wat jij doen dan? Het beste moet altijd als eerste. Is goed. Bijt ik het spits af. Ik zou zeggen, watch and learn. Hoera! 3, 2, 1! Dit is een makkie dit. Dit is een makkie. Prent het in je hoofd. Dit is een makkie. Oh ja, dit is een makkie. Dit is een makkie. Minimaal 10 minuten. 10 minuten? 10 minuten. Ja, dus dit is hoe het voelt om een vlogarm te hebben. Ja. Gio, snap hem. En Enzo knolarmpje. Twee, één en je zit nu over de 10 minuten heen. We gaan nu rustig naar 15. Luister. De regisseur, waar loopt hij? Daar. Die doet net de time-out. Stoppen. We moeten door. Oké,
30 minuten 40 seconden. Dit is wel een echte zware opgave. Dit gaat niet worden, want... Doe gewoon je best en zien we hoe ver we komen, toch? Ik ga mijn best doen. 4, 3, 2, 1 en we geven nog steeds niet op. Plak het er nog een minuutje bij. Hey. Lachend. Oké, okay, hij gaat neer, jongens. Hij gaat neer. Hoppa. Hoppa. Het is 32 minuten en 10 seconden. 3, 2, 1, go! En Sophie zegt dat ze het redelijk serieus gaat nemen. Er zijn allemaal kids omheen, ze zien me niet. Dus ik kom zo meteen tussendoor met een bladblazer en dan doe ik af en toe een beetje in haar gezicht bladblazen. En dan hoop ik dat ik haar uit evenwicht kan brengen, zodat ze in ieder geval de arm niet meer strekt of misschien wel een potje laat vallen. En dan haalt ze zeker de 32 minuten niet, wat ik trouwens al een hele scherpe tijd vind. JJ! Ik denk dat Sophie verloren heeft. Je hebt het verdiend. Niels heeft bijna 32 minuten volgehouden, misschien net iets langer. Maar ik moet 100% zeker zijn dat we winnen en dat doe ik op deze manier. Kom op, lekker Gio. Oh, wat de fuck is dat? Kom op, Gio. Jeuk, hè, Gio? Ik weet niet wat het is. Oh, wow, wat de fuck? Het zijn stinkertjes of zo, wat? Heb jij jeukpoeder in zijn shit gewoon? Nou, nee, zo. Het is heftig. Kom, wat de fuck heb je in mijn nek gedaan? Even eerlijk, ik zit zo even naar Gio te kijken. Er zit echt wat onder zijn trui en er steekt wat uit. En ik zie dat hij vanaf hier zijn arm vrij steady houdt. Ik vertrouw er helemaal niks van. Wat is dit? Wat is dit? Dit is een... Mijn arm houdt dit gewoon nog. Jongens. Hoeveel hebben we? Er zit een standaard in. Jay, dit was een overduidelijke overwinning. Wij zijn een ijzersterk team. Dat wisten we aan het begin van de dag natuurlijk al, maar toch is het fijn om het nog even te bevestigen. Hey, ik heb nu gewoon namens de drie gasten voor het hele leven lang gratis noedels gewonnen. Daar ben ik redelijk jaloers op. Nou, omdat je dit zegt, ga ik het mooi niet met Joost en Martijn delen, maar mooi met jou. Jij bent mijn drie gasten. Dat doen echte winnaars. Precies. Ik stuur het allemaal naar je op, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, kijk ook even het kanaal van JJ Day One. Wil je daar nog iets over zeggen, Jay? Nee, check het gewoon en laat even in de comments weten wat jullie van deze aflevering vonden. Ciao, dit was drie gasten.